maken, want... Oh, wacht even. Hoor je dat? Oh mijn god. Oh mijn god, wordt gebeld. Wacht even. Hé, hey, hallo? Hé, hey, schat. Hé. Hey. Ja, hé. Hey. Mama? 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 Weet jij hoe het voelt wanneer je iets goeds doet voor iemand? Alleen dan verwacht je respect te krijgen, maar werkt het dus zeg maar compleet averechts. Ja. Ik ga iets goed doen, woensdagmiddag. Van 1 tot 5 vrijwilligerswerk doen in de gevangenis. Oké. Dat is wat ik ga doen. Mensen, ik zal even. Je voelt echt helemaal geen interesse. Fuck af. Fuck af. Mensen. Ja, ik ga even, ik weet niet wat iets met gevangenis, ja, helemaal niet aansluitend aan de vraag. Nou, dat is super. Nou, je moet nagaan. Ik denk dat die oma dan ook wel een beetje verzonnen is, hè? Nee, dit heeft inderdaad niet heel erg toegevoegde waarde gehad aan mijn punt. Maar het punt dat ik wilde maken is dus eigenlijk gewoon dat de vorige keer ik iets heel goeds deed voor Captain Gotham. En het heeft totaal geen... Ja, het heeft totaal niets opgeleverd voor mij. Het is alleen maar pijn en stress geweest. Je moet een lachen op de grond. Mam! Dus, mensen. Niemand heeft een beetje compassie of iets voor. Oh, wat een hel. Ja. Kan je logo niet veranderen van pinguïn naar kakkerlak of zo? Nou, mensen, als jullie niet weten waar dit over gaat, check even de vorige aflevering. Het liefst eigenlijk niet, want het was hel. Maar dan kunnen jullie ook een beetje volgen wat hier gaande is. Maar ik hoop wel dat Captain Gotham straks weer een beetje ter zake komt. En gewoon mij een beetje in mijn waarde laat. En in mijn eigen ego-streeltjes laat spelen. Dus we gaan gewoon weer verder met Tiny Tina als Sultan Vegas Keep. En ik hoop dat deze aflevering een stuk beter wordt als de vorige. Ja. Lieve childrens, welkom! Mijn naam is Captain Gotham, de enige echte, goede, fijne. We gaan er vandaag weer een hele mooie video van maken, want... Oh, wacht even! Hoor je dat? Oh mijn god! Oh mijn god, wordt gebeld! Wacht even! Hé, hey, hallo? Hé, hey, schat! Hé! Hey. Ja, even een dingetje, hè? Ja, ik was net aan het gamen. Ongelooflijk. Deze vent geeft mij een wapen waar ik echt super veel moeite voor gedaan had. En ondertussen, weet je wat er gebeurt? Ja, die jongen... Nee, hè? Ja, die jongen inderdaad. Die zegt dat hij een ego heeft van lik me reet, inderdaad. Maar die jongen, die echt ongelooflijk. Hij is alleen maar stil geweest, de hele video. Hè? Ja. Nee, maar ik zou ook zo even gaan koken voor je, want zo ben ik, hè. Altijd gewoon lekker koken voor je. Ik doe alles voor je, schat. En ik doe alles voor iedereen, dat hebben jullie ook gezien. En dat heb ik eigenlijk een beetje tegen de kijkers. Ja, ondertussen dat ik met je aan het bellen ben, schat. Ja, inderdaad. Maar ik wil even zeggen dat de volgende aflevering, dat is echt super tof, gaat nog meer content van mij komen. Je bent altijd aan het kijken, ik weet, je liked mijn video's altijd en je kijkt altijd. Ik ben echt super blij met alle support. Maar ondertussen is Infinity gewoon stil. Het is ongelooflijk. Hij loopt ook gewoon weg. Het is gewoon, kijk nou, de content is bij mij weer te zoeken. Maar lieverd, ik hou ontzettend veel van je. Ik ga lekker aan het koken zo meteen voor je. En ik ga je lekker verwennen vanavond. Komt goed. Hey, later. Nou, jullie hebben het gehoord, lieve childrens. Hoe lang mag de tijd is gekomen dat wij vandaag weer een hele mooie video gaan maken. Jullie hebben het gehoord. En ondertussen dat wij... dat mijn vriendin gebeld heeft en alles. Moet ik Infinity wel zo'n kleine props geven van een kleine blootje voor het wapen. Oh, ja, kijk eens aan. Het gaat nou al beter als net. Maar daar houdt het ook op. Daar houdt het bij. Ja. Okay. Dus Infinity, leidt de weg, want daar ben je zo goed in, hè? De content en het vooruit gaan van de game. Mm-hmm. Dus je hebt ook een of andere vage vraagteken boven je hoofd. Dus het is inderdaad maar de vraag hoe ver we komen deze aflevering. Heb ik dat echt? Ja. Oh, nou, dat zegt alweer weer genoeg eigenlijk. Ik ben ook gewoon compleet in de war. Hetzelfde trucje wat ik met jou heb gedaan, doe je nou met mij. Dat betekent ook meerdere dingen. Eén is dat je niet met originele content kan komen. Inderdaad, ja. Ja, inderdaad, alle content die je van mij gejat hebt, die is opeens over van jou, inderdaad. Met het feit te maken dat jouw ego steeds verder omhoog gaat, waar ik gewoon niet blij mee ben. Oh ja, precies.
Dus, maar ja, mensen, weet je, ik denk dat het gewoon weer zo'n fase is. Dit is hey, maar kijk eens even, kom eens, kijk eens wat er om me heen hangt. Kom eens, kijk, kom eens. Ja. Kijk eens, de goden zijn met mij. Zie je dat? Ja, ja. Wat, zie je dat? Ja, weet je. Hey. Zie je dit? Hé, hey. Hey, dat is mijn ego. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik weet niet wat je doet. Ik ga lekker kijk eens verder. Even. Ja, dat was weer even iets. Ja, ja, dat is weer helemaal alleen bij mij te zien. Want Infinity heeft dat helemaal gemist. En dat is weer op mijn content te zien. En ik hoop dat de tiny pingwings hoe ja, een beetje gejat van mij te zien is op mijn kanaal. Dus alle tiny pingwings, leuk dat jullie kijken aan de kant van Infinity. Maar kom eens lekker bij mij kijken, want daar is de content. Kijk, zie je? Dit bedoel ik dus. Alle herrie, dat heb je bij mij niet, bij de goede content. Dat heb je alleen bij Infinity. Dus, we zouden het is, anders doen, Pik. Ja, ja, zeker. Ik doe het toch gewoon anders. Ik promote mijn video gewoon even. Ja, spring jij maar even naar beneden. Spring maar. Spring maar. Ja, ga maar. Ga maar. Ga maar. Ja. Oké, nou, dan gaan wij lekker door met z'n allen. Hey, maar lieve childrens, wat vonden jullie van de vorige aflevering? Ik vond het echt super top gaan. En ja, Infinity heeft zijn best gedaan. En ja, wat al gezegd is, hè, ja, die Brabo's zijn minder solide. Daar kan ik niks aan doen. Maar ik probeer een beetje Infinity doorheen te trekken door deze dikke berg van stront. Hey, Infinity, ben je er nog? Ben er nog. Oh, heerlijk. Maar ja, ondertussen moeten we even een beetje progressie boeken. Ik zal proberen om mijn ego wat minder te krijgen. Het is moeilijk. Ja. Want ja, god. Mm. Hè? Als je goed bent als mij, dan wordt het lastig. Mhm. Mm-hmm. Sprakeloos, ja, dat snap ik. De content bij mij, als je dat ziet, dan denk je van wow, geniaal. Hoe kan je dit verzinnen? Ja, ik sta ook meestal perplex van mijn eigen genialiteit, jongens, dat weten jullie. Het is gewoon ongelooflijk. Je liep wel de vorige keer ook. Het liep het ook gewoon hartstikke dood, hè? Of niet? Nee, hoor. Bij mij is het progressie. Lieve jongens, jullie zien het weer hier. First, ja? Yeah? En daarna second Infinity, ja, je weet second het. Second Infinity. Ik kom altijd second, inderdaad. Ja. Kijk eens even, een videootje. Ja, zo ben ik. Eerste. Je wacht niet eens op mij, Pik. Je gaat gewoon terug! Hier, Rowlet! Rowlet! Dat ben ik! Why? It's a fucking dragon! Holy shit! It's a fucking dragon! Oké, ik ben er niet eens. Oké, jongens, we gaan kijken hoe sterk het wapen eigenlijk is wat Infinity heeft. Ik ben er niet eens, gozer. Kijk eens even wat een damage! Oh mijn god! Oh mijn god! Hij spuugt vuur! Oh mijn god! Hij heeft me! Ja, laat hem je maar hebben. Holy shit, hij is dood! Ja. Oké. Waar is dat andere? Nee, dat gebeurde niet. Hij pakte me niet. Jammer. Ja, hetzelfde kutgrapje die je maakte bij mij bij... hoe heet die game ook weer? Die stront game. Journey to the Savage Planet. Ja. Maar nu is het bij mij wel echt een draak. Ja, nou is het weer zeker. Alles wat ik onthoud, dat wordt allemaal references. Ja, alles wat ik ooit heb gezegd wordt tegen mij gewerkt. Nou, dat is wel... Dan moet je wat minder rare dingen doen. Misschien... Kijk eens, dat wapen gebruikte ik vroeger. Moet je nou eens even kijken. Lang geleden, jongens. Borderless 1, lieve childrens. Kijk eens even. Dit is gewoon nostalgie van mij. Er moet nog één draak zijn, maar... Ja, maar nou, dat komt wel goed. Die Roland is de White Knight. Terwijl die Black is. Okay. Inderdaad, waar is hij? Ik weet het niet. Dat moet wel een beste draak zijn als ik hem niet kan zien. In de verte daar. Blue Dragon. Oh ja, zie hem. It's the Blue Eye White Dragon. Oh my god. Weer een reference naar Yu-Gi-Oh. Oké, we hebben hier wel lichtelijke patat. Er begint steeds meer lichtelijke patatstress te ontstaan. Oh mijn god, zie je, dit bedoel ik dus. Hij is nooit voorbereid, die vent. Altijd patatstress. Gezond eten doen ze niet. Oké, daar moet ik je dan ook wel weer eigenlijk enigszins gelijk in geven. Ja, maar weet je... Hoe vaak ik dat gehoord... Eigenlijk moet ik er een counter op zetten hoe vaak je mij geluid hebt gegeven. Daar had ik wel een ego voor moeten krijgen, maar ja, dat is weer... Zo ben ik daar ook weer niet, dat doe ik niet, want dan... Zet die counter er maar niet bij, dat is te confronterend voor mij. Nee, dan zal dat beeld niet eens passen, zoveel.
We hebben vijf beeldschermen nodig, dames. Dat is een 100 ziljoen. Bestaat dat? Bestaat dat getal? Ik ben niet heel goed in rekenen. Dus, kijk, dames en heren. Ja. Ik laat ze liggen ook. Dit doet maar. Kijk eens. Let eens even op. Nee, ik ga hem niet laten. Nee. Wat? Ja! Ik heb hem! Anders geen second win. Wat wil je zeggen, Infinity? Zeg het maar, live. Je hebt mijn ego echt. Ik heb een stijve, jongen. Ongelooflijk. Heerlijk. Je ziet het live hier. Je laat me liggen. Ja, is goed. Ik heb je niet nodig. Ja, Roland, weet je, als ik het allemaal met een kutpistooltje moet doen, wat jij mij hebt gegeven, ja, these things are bound to happen. Hey, trofee! Jij ook? Ja, nee, tuurlijk niet. Nee, echt niet? Nee, jawel. Jee, heb ik. Ja, ik ook. Maar ik had ook nog een andere trofee, die jij dus niet had gehad. Ook klopt. Zilver. Dus ik ben één zilver, I own one zilver van jou. Van mij? Nee, je moet beter je best doen. Let's go, Roland, maat. Mijn karakter die ik de vorige keer was. Wel de vorige weer, inderdaad. Hè? Mijn karakter loopt voorop. Je weet het. Ja. En ik loop als tweede. En Infinity als derde. Derde rang. Yeah. Het is ook gelijk de laatste rang, want er loopt ook niemand anders meer achter ons. Nee. Ja. Ja, maar dat is met je kan, weet je, dat is ook met winnaars, weet je. Je kan beter vierde zijn dan derde. Want het is eigenlijk maar net niet, hè. Ik weet wel dat dit een van de video's is die ik niet leuk ga vinden om terug te kijken. Waarschijnlijk ook niet. Ik vind het heerlijk. Ja, jij gaat hem waarschijnlijk vijf keer terugkijken terwijl je aan het ploppen bent. Ja, zeker. Ja, dat is gewoon jouw... Dat is niet zo erg, weet je. Dat is jouw ding. Ja, zeker. Loop je tegen de muur op of wat ben je aan het doen, joh? Bro, ik weet niet. Ja. Ik ben helemaal de grond in. Ik zit gewoon echt... Ik ben niet gewend om zo dieper in te zitten. Ja. Normaal ben ik altijd degene die... Normaal ben ik jou op dit moment, weet je. Dat is normaal het geval. Ja, precies. Maar dan... Ik wil je gewoon even de hele serie laten voelen hoe ik een hele serie heb gevoeld. Ja, echt heel de serie, bro. Ik vind twee afleveringen ook wel weer... Prima Jima. Wat? Prima Jima. Ja, twee. Ja, echt. Ja, en jij mag geen hamburger van mij. Kijk eens hoe die daar is tegen zijn moeder. Gunt zijn moeder geen reet. Helemaal niks mag ze. Helemaal niks. Je ziet het live hier. Als mijn moeder twee hamburgers koopt en ik wil er al twee. Ja, dan moet je die zeiken. Dan geef je je moeder, die heeft jou gebaard, oké? Okay? Die heeft al die moeite gedaan om jou tot wereld te brengen. En dan krijg je niet eens die twee hamburgers. Waar zij al dat geld in getrapt heeft. Ook heeft betaald om boodschappen te doen en zij heeft zin in die hamburgers. Zeg jij nog bij je egoïsme, ja maar ik wil die hamburgers. Kijk maar wat je eet, ma. Ik wil die hamburgers. Nou, lekker man. Kijk, dat zijn Brabo's. Die alles voor hunzelf. Weet je, arme moeder. Ik heb het echt te doen met je moeder. Het is echt... Mama. Je hoort het hier live. Ik hoef er maar één. Je hoort het live hier. Ik hoef er maar één. Ja, nee, je hebt het al gezegd. Ja, het voelt niet meer oprecht, hè, of wel? Nee. Want als de video afgelopen is, dan weet je al dat hij die twee hamburgers krijgt. Ik weet zeker dat ik een foto krijg op Instagram met twee hamburgers. Dat ken je al nu wel langer dan vandaag. Ja. Of een box met kaas en vlees. Ja, dat zal wel weer, ja. Ja, weet je. Ja. Wat wil je doen, weet je? Nee, ik wil niks doen. Kijk, wat jij nou net zei, van dit gaan we de hele serie zo jou laten voelen, kijk, weet je, je vergeet één heel belangrijk ding. Ik heb de vorige serie mijn special voor jou niet gebruikt, hè? Ja, dat is inderdaad Captain. Waar. Ja, dat is inderdaad waar. En dat was wel een gemis, hè? Maar omdat ik gewoon de serie voor heb staan, weet je wel, dan laat ik het gewoon, dan offer ik dat gewoon, zodat we gewoon een gezellige tijd er aan kunnen hebben. Ja. En dat is dit mijn reward, ook met die gun weer. Ja, ik snap het niet hoor. Wow, holy shit. Ik snap het niet. Oh, what the fuck gebeurt... Hey, handsome. Holy shit. Oh mijn god, nou laat je wapen zien dan. Ik heb hem je gegeven, laat hem in zijn werk. Oké, is goed. Komt-ie!
dan mag je ook niet meer down gaan hoor. Van mij. Of in ieder geval niet meer helemaal dood. Ja? Helemaal dood? Ja, ik ben nog helemaal niet dood gegaan deze aflevering. Nee, maar hou dat vol, want je hebt nou een. Ik heb jou niet voor niks dat wapen gegeven. Ja, ja, dat is goed. Kijk eens. Hoppatee. En als je niet mee kan dealen, dan geef je maar weer terug. Oh nee, dat komt helemaal goed hoor. Kijk, ik heb er al één gekild. Ja? Maar is jouw kill? Zo, dit lijken net die gasten van Doom. Kijk eens, hoppatee, ook gekild. Oh, nog één. Oh, dat komt goed. Komt goed. Kijk eens even. Kijk wat dat damage, jongens. Dat is ongelooflijk, toch? Dat is... Dat moet Infinity allemaal missen, hè? Dit. Ja, nou, ik heb er genoeg lol mee gehad. Ja, maar dat is het. Dat weet ik. Je hebt er zat lol mee gehad. Oké, nu ben ik neer. Dat is niet erg. Ja. Dat is geen probleem. Ja, nee, ik hoop het. Ik ga je niet reviven. Dat is afgesproken, hè? Ja, die doet maar. Toch? Ja, toch. Heel onzeker zeg je dat. Kijk eens. Hé, hey, kijk eens. Kijk eens. Ik heb hem... Ja, ik laat hem... Maar hoe dan? Ik heb hem niet eens terug. Maar dit slaat nergens op. Ja, weet je. Dit slaat nergens op. Ik had hem gekilled. Je weet het. Kijk, weet je, jij bent... Ik weet niet of je... Je bent wel wellicht wel bekend met Cartman van South Park. Dat is wat jij nu bent, weet je. Ik help je nog. Je bent nog aan mijn zij, maar... Om een van de het hoofd moet je nog kapot maken. Nou ja, weet je... Ginger's got no soul, man. Ja, ja. Dat is heel toevallig, hè. Die heb ik oprecht eergisteren gezien. Ja, echt? Ja, want ik heb nou een Prime-account. Prime. Voor 30 dagen gratis. Serieus, Prime? Ja, fuck Prime. Je wordt genaaid waar je bij staat. Echt waar. Betalen voor fucking Prime. En daarna nog video's moeten betalen om te kijken. Je wordt echt genaaid. Oh, is dat zo? Dat weet ik niet. Yep, ja, ik heb gewoon 30 dagen gratis nou en ik zat South Park te kijken. Dus, je kan beter HBO. Oké. Okay. Want daar is geen Marvel te zien, alleen maar DC, guys. Yeah. Oh, wauw. Nou ja, weet je, jullie weten het, guys. Bij mij maakt het helemaal niet uit of je Marvel fan bent of DC. Mij maakt het niks uit. Ja, bij jou wel, want jij... Dat is een beetje maar als je Marvel fijn vindt en leuk vindt... En je kijkt op mijn kanaal, je bent een grote fan. Dat snap ik. Het komt ooit als alle DC games gespeeld zijn op mijn kanaal, dan ga ik een hele zwakke stap zetten om Marvel te doen met heel veel... Ja, maar veel... dat is ook gewoon vooral omdat je dan ook niets anders meer te doen hebt. Ja, precies. Ja, je zegt het heel goed. Dus ja, weet je, dan komt ja, het ook... Ja, dat zeg je goed. Nou ja, eerst komt DC en dan de rest. Nou ja, weet je, kun je niet het beste voor het laatst bewaren dan? Want dan heb je al maar een kut uitzicht van, oh shit, straks als ik klaar ben, in ieder geval Marvel. Kun je lekker uitkijken naar DC. Want ik vind het een mongolische gedachte dat je het lekkerste voor het laatst bewaart. Hoezo, is dat een mongolische gedachte? Ik vind het echt geen mongolische gedachte. Nou, zal ik je even uitleggen? Ja, dan vreet je eerst al het eten op wat je goor vindt. Ja. Ja, en dan zit je echt zo vol van het gore vreten, dat je eigenlijk het lekkerste niet eens meer kan eten. Ja? Dat ben ik. En ik eet liefst het allerlekkerste als eerst, want dan weet ik van, oh, ik kan er echt lekker van genieten. En daarna, als ik eigenlijk vol zit en nog het laatste beetje, omdat het maar moet eten, ja, dan komt dat pas. Nou, snap je een beetje mijn gedachtegang? Nee? Mooi. Nee, helemaal niks van gewoon. Nee. De meeste mensen niet. Nee, dat is mooi. Dat hoeft ook niet. Oh, level 12, jongens. Het is heel apart. Ja, maar ik maak hem al af met mijn mooie wapen. Komt helemaal goed. Kijk eens even, wat een damage, jongens. Ik denk wel oprecht dat ik al zo kan eten. Ik weet niet hoe lang we bezig zijn al. Niet zo lang, hè? Nee. Lekker getimed, Infinity. Lekker getimed, man. Ja, nou, ik heb dus letterlijk gewoon gezegd trofee! Tegen... Ja, trofee! Nou, jij ook? Korte video, dames en heren. Nee, ik heb geen trofee. Nee, joh. Echt niet? Nee. Oh, mijn god. Ja. Oh, alleen maar beter en beter. Ja, wat voor trofee was het, Pik? Ja, chill. Een bronzen. Ja, maar waar ging het over? Ik heb geen idee. Niet gelezen. Ik zag alleen... Pling! Ja, dus ik dacht, hey, dat is zo dat is mooi. Nou, dat is zo goed, ja. Ja. Ah, ik deed iets. Ik weet niet wat, maar ik deed ja, iets. Ja, weet niet. Ja, dat maakt niet uit. Waarschijnlijk had het te maken met het wapen, dat ik je ook gekund had. Nee, kan niet. Dat zou helemaal leuk zijn. Achter je, Pik. Ja, weet je, het is al over the place voor mij. Ik zie hier steeds meer dingen en platen en borden op de tafel komen. Dus ik denk hoe lang zijn we bezig? 19. Oh, dat is nog net niet 20. In de gevangenis.
In de gevangenis, inderdaad. Maar, chapter 2, guys. Het voordeel is, je hebt alles zo mooi volgepraat in die tijd, dat ik niet echt heel veel eraf kan halen, want ja. Inderdaad. Je had al een intro van 5 minuten, daar hou ik er dan ook gewoon maar in. Maar puur voor de lengte van de video. Ja. Dus niet omdat ik het zo mooi vond. Laten we dat even vooropstellen. Maar het is aan mijn tijd etenstijd. Ja, tuurlijk. Het is 6 of 5. Oké, nou ja, je hebt het gehoord. Lieve childrens. We gaan er een einde aan maken, want Infinity kan heel slecht plannen. Ja. En ja, goed, wat moet ik zeggen? Oh ja, Infinity, ik wil nog voordat ik deze aflevering afzet, wil ik jou wat geven. Om alles wat ik jouw pijn heb gedaan. Wil ik jou even kijken hoor. Waar had ik het nou? Met zo'n fietsje. Oh, oké. Okay. Oh, hier. Oké. Okay. Pik, ik hou van je. Kijk eens alsjeblieft. Mag jij hebben. Zo ben ik. Is dat het wapen? Nee, niet het wapen. Dat is een andere. Het is wel een legendary, toch? Dat bedoel ik. Ik heb je een legendary gegeven, dus daar heb ik iets. Dus lieve children, jullie hebben het gezien. Ik ben de Captain the Humble. Captain de. Hij kan niet reloaden, what the fuck? Wat? Laat de children! Wat is dit? Waarom? Nee, wacht. Even serieus, wat is het voor wapen? Hij reload niet, er gaan geen kogels vanaf. Maar je kan wel blijven schieten. Er gaan nooit kogels vanaf, prik. Nou, dat bedoel ik. Is dat goed? Ik snap het niet. Ik snap het niet. Ah, het zal wel goed zijn. Ja, ik bedank jou zeer voor dit wapentje. Mensen, dit is de eerste keer in deze hele video dat Captain Gotham iets goeds doet. En ja, weet je, het is gewoon... ik ben wel blij dat het op zo'n mooie noot kan eindigen. Dus ik zou zeggen, abonneer even op het kanaal van Captain Gotham. En dan gaan wij lekker de volgende aflevering gewoon weer door met Tina Tina Assault on Dragon's Keep. En ik zou zeggen, stay cold, guys. Stay cold. Ja, stay cold, okay. Weet je. Infinity cold. Ik zeg normaal gesproken Infinity out, maar deze keer is het Infinity cold.